Het gaat om twee van de vier wethouders die niet in Deventer wonen. Frits Roering en Robin Hartog-Heijs. Voor het komende jaar moeten ze daarvoor opnieuw de goedkeuring krijgen van de gemeenteraad. Want verhuizen, dat willen ze niet. Ik ben gescheiden, heb drie kinderen en ik wil eigenlijk graag met, als het kan bij mijn kinderen af en toe zijn. En dat is niet in Deventer. Maar belangrijker is, ik zet mij permanent in voor Deventer. Ik ben er van s ochtends vroeg tot s avonds laat. En eerlijk gezegd, ik heb vanuit de Deventer-samenleving eigenlijk nog nooit gehoord van... ...u bent hier te weinig, we zien u eigenlijk altijd en overal, u bent er. En ze mogen rekenen op mijn inzet. Collega-wethouder Frits Roering slaapt daarin tegen door de week's Wel in Deventer. Hij huurt een appartement in de binnenstad. Toch wil hij ingeschreven blijven staan op het adres van zijn huis in Oldenzaal. Ik ben ook acht jaar wethouder geweest in Oldenzaal. En daar kwam in 2006 ook een wethouder van buitenaf. En toen dacht ik van nou werkt dat wel. Werkt dat wel als je de gemeenschap niet kent, als je van buiten komt en je gaat hier als bestuurder optreden. En ik was toen daar vrij zeg maar, kritisch over. Maar het heeft toch ook wel een aantal uh, zeg maar, voordelen die je kunt combineren met hier uh, door de week er te zijn. Namelijk je kunt overbetrokkenheid, omdat je hier uh, bent geboren en getogen, kun je dan vermijden. Terwijl je tegelijkertijd wel die sfeer uh, van die stad uh, kent en proeft. En dat vind ik op dit moment best wel een voordeel. Toch kan er wel degelijk kritiek vanuit de samenleving... Bezuinigingen op cultuur zouden er volgens liefhebbers mee te maken hebben dat wethouder Hartog geen binding heeft met de gemeente. Onzin, zegt hij. Als ik mogen in Deventer zou komen wonen, is mijn betrokkenheid niet opeens een andere dan dat die vandaag is. De verwachting is dat de gemeenteraad de verzoeken van de wethouders goedkeurt.